Verschillende landen worden momenteel geconfronteerd met besmettingen van apenpokken. In Suriname zijn er gelukkig nog geen meldingen geregistreerd. Rakesh Gayadarsukul, directeur van Volksgezondheid, zegt dat er in ons land nog geen rapportages zijn geweest van de infectieziekte. Mocht de ziekte haar intrede doen in Suriname, dan hoopt Gayadarsukul dat er geen sprake zal zijn van een explosieve uitbraak. Hij zegt dat uit de praktijk is gebleken dat deze virale ontstekingen gepaard gaan met huiduitslag. Het virus kan ook gemakkelijk worden overgedragen. Voor de artsen zal het een uitdaging zijn om preventief te handelen. De inrichting van polyklinieken zal ook anders moeten zijn, aldus Gayadarsukul. Hij geeft verder aan dat de samenleving goed ingelicht moet worden. In het verleden zijn er in Suriname uitbraken geweest van diverse soorten pokken. Er moet nu geanalyseerd worden in welke mate er immuniteit is in de gemeenschap. Deze virale infectie werd voor het eerst in 1958 vastgesteld bij apen. Het virus is een zoonose, wat betekent dat het van dier op mens kan overgaan. Bij de mens werd apenpokken voor het eerst in 1970 geconstateerd. Anders dan de naam doet vermoeden, wordt het virus voornamelijk door knaagdieren overgebracht.